De grootste uitdaging waarmee de meeste landbouwers in Saramacca kampen is het tekort aan arbeiders, zegt de voorzitter van de Saramacca Fruit and Beverages Coöperatie, Max Ramoutaar. Ook de klimatologische omstandigheden baren de boeren zorgen. Ook bestuurslid van de coöperatie Judith Rutten en enkele landbouwers met wie de redactie een interview had, zijn dezelfde mening toegedaan. Bij elke landbouwer is dat een belangrijk aspect. Omdat jij als landbouwer niet alles alleen kan. En je hebt niet alle tools om het bijvoorbeeld machinaal te bewerken of te onderhouden. Want machines zijn heel erg duur, dus je had het dan met arbeid moeten doen. En arbeiders in Saramacca zijn heel erg schaars. Rutten zegt dat de coöperatie wel bezig is met de aanpak van dit probleem. De coöperatie is daarom van plan arbeiders te verzamelen en onderling te rolleren, zodat het bestuur een patroon heeft van wie allemaal al te werk zijn gesteld. Maar dat moeten we dus nog gaan creëren, omdat dat nog in de planning is. Maar arbeiders, je moet arbeiders hebben om je te helpen bij het planten, bij het oosten, bij het onderhoud. Dat is heel erg belangrijk. En bijvoorbeeld, tenminste wat ook hier heel veel speelt, het is een landbouwdistrict. De meeste, iedereen doet bijna aan landbouw. Alles is in even een klein tuintje. Je komt van het werk, je gaat even dus wat doen. Dus je komt bijna, je kan helaas heel weinig mensen vinden dus die voor elkaar willen werken. Of je moet dan gebruik maken van buitenlandse krachten zoals die Haitianen of die Cubanen, die dus hier veelal in Saramacca wonen. Ondanks Saramacca wordt gerekend tot een landbouwdistrict, blijkt uit onderzoek dat slechts 30% van de landbouwpercelen wordt benut. Dit percentage wordt door de districtscommissaris van Saramacca, Shirin Bensi, bevestigd.